Dag lieve kijkers. Het was al lang geleden dat StukTV een hele domme vakantietrip heeft gemaakt. En na een oproepje geplaatst op mijn Instagram, want uiteraard jullie bepalen altijd wat wij moeten doen. Was die keuze zo gemaakt door jullie. Jawel, we gaan een hele domme vakantietrip maken. Mallorca! Weer wat plassen ben ik. Ja! Kijk dan! Kom, we gaan de kroeg in. He has no idea what he's doing. Het grappige is dat Thomas denkt dat we naar Gran Canaria gaan. Maar daar gaan we dus niet heen. We gaan terug naar waar we ooit een keer zijn geweest. Mallorca, gewoon een soort helemaal vertoeristisch eiland. Ga met die banaan! Ja, ik kom aanlopen. Oh, ja. Oké, is goed. Ik heb wel eens camera. Ja, ik ben er. Ja, mijn man. Top. Dat zie je er. Jullie ziet er fucking goed uit. Top. Waarom zie jij dat? Heb jij de dresscode niet meegekregen? Nee, ik heb niks gekeken. Oh, top. Nou, okay. Dan kunnen we gaan. Nou, dan gaan. Moet toch even vertellen waar we heen gaan? Oh ja, oh, ja. Oh, ja. Oké, wacht. Okay. Doei. Dames en heren, jongens en meisjes, wij gaan naar Gran Canaria. Nee! Nee. Hebben jullie mij normaal gedaan? Ja. Nou, we gaan naar Mallorca! Nee! Nee! Want mensen op kantoor hadden het over Mallorca. En ik zei, nee, we gaan naar Gran Canaria. Ik ga voor geen goud naar Mallorca. We gaan naar Mallorca. Nee, ik ga niet naar Mallorca. Nee, ik ga nu naar. Ga niet naar Graviorca, vriend. Zijn jullie serieus? Ja. Hebben jullie mij normaal gedaan? Ja. Ik snap het nog niet. Ik ga. Oh, daarom heb ik ook nog geen ticket ontvangen. Ja! Oh, wat kut dit! We gaan naar Graviorca! Wat een kut, sorry. Hey. Kijk, we kunnen het niet doen, maar we kunnen het ook. Net zo goed wel doen. Precies, we kunnen het net zo goed wel doen. We spreken af dat dit niet het laatste biertje van deze kast. Nee. Hey. En nog vele mogen volgen op een mooie trip, jongens. Geniet ervan, hè? Lekker tot rust komen, lekker chillen. Ik heb ook een goed idee. Niet te veel doen. Ik zeg, laten we een potje beerpong spelen. Ja. Oké, nou, dan begin ik, ja? Ja, dit is al een spannende game. Zou ik live commentaar geven? Steven is aan de beurt. Gaat hij raak gooien? Hij gaat raak gooien. Raak je er één? Hij gooit mis! Nu is Gil aan de beurt. Ja, en Steven moet weer drinken. We kunnen op deze afstand nou missen. Dat is toch wel echt heel fijn. Kom op! Ja, die is leeg. Oké. Proost! Mooie trip. Op Mallorca! Begin al enthousiast te worden. Ja, ik ben super enthousiast. Ik kan echt niet wachten. De kijkers thuis mogen onze hele vakantie bepalen. Nou, niet onze hele vakantie, want we gaan ook zelf wel dingen bepalen, maar een deel. Dan wordt het sowieso ook heel kut. Een deel. We gaan gewoon dingen vragen aan ze. Alleen de domme dingen moeten we jou laten doen. Kut. Dat had ik niet moeten doen. Ik weet het niet. Wacht. Het komt goed. Oké, niet te veel in deze rug. Dit is goed. Zo, opgelost. Sorry. Ja. Is er nog vodka? Is er op? Je hebt nog twee bier. Eerst, die op moet. Oh ja, kijk. Hoe vind je zelf dat gaat? Ik vind dat het tot nu toe heel goed gaat. Ja. Nee, Steve. Steve, we moeten een goed voorbeeld geven. Jij doet zo erg alsof je het kan. Dames en heren, meisjes, we zijn momenteel geland in Mallorca. Oh, het is zo glad hier. Ik ben nu al mijn telefoon kwijt. Oh, wat erg. Je bent nu pas je telefoon kwijt. Nu pas, we hebben net begonnen dan. Ah, kut, jij bent nu al mijn telefoon kwijt. Waar ligt die? Ja, dan ga ik nu daarheen rennen. Nee, dat kan niet, dat is dood. We zijn nog bij de douane. Heel goeie. We gaan zuipen. Oh, oh my god. Ik sta op mijn telefoon! Sta je, Enya! Enya, de coach zit op livespreken. Enya! Heb jij mijn telefoon? Zij heeft mijn telefoon! Hoe kom jij aan mijn telefoon? Oh, I love you. En daar past ook maar één koffer in. Ja, die gaat niet meer dicht hoor. Dat is net niet zo uit. Natuurlijk heb ik die borg betaald. Die hoedenplank, die zit niet meer vast. Jezus, jongens, echt vuil. Stinkend. Nee, dat gaan we echt niet doen. Hoeveel vodka heb jij achter de kiezen? Limonade. Want ik mag drank niet promoten. Ik heb zeker 8 limonade in mijn bek. Dat is bijna gewoon een halve liter. Ja, dat klopt.
Laten we één serieus steek. Dat we nu aangekomen zijn in New York. Probeer jij even serieus steek. Oké, nee, maar ik kan dat echt, hè. Nou, knip, komt-ie. Goed, lieve mensen. Nee, nou, dit was hem. Oké, lieve mensen, we zijn nu in New York. Thomas, leef je nog? Ja. Hij leeft nog. We zijn in Mallorca, we gaan nu naar onze slaapplek, ons hotel. We zijn hier denk ik 4 jaar niet geweest. En er is gewoon niks veranderd. Het is nog steeds echt lelijk. Er is gewoon niks. Het is gewoon fucking lelijk. Jouw SOA's die hangen hier nog steeds. Die kun je in principe in theorie zo weer ophalen. Het is gewoon heel lelijk. Nou, we zijn in het oh zo prachtige Mallorca, toch To? Ja, zeker. Hoe vind jij het hier, Giel? Ik vind die fantastisch. Dit is toch de plek waar je nu momenteel wil zijn? Ja, en Steve, hoe vind jij het tot nu toe? Het is top, maar eerlijk, we zijn op Spaanse grond hier. Ja, Spaanse grond. We zijn op Spaanse grond, dus één van ons tweeën moet een Spaans pak aandoen. Oh ja. Ja. Toch? Nou. Maar wie dan? Nou, wacht. Ho. Nou, jij? De kijker bepaalt. Oh ja, nu een foto van jullie en ik plaats een poll op het internet. Ik wijs naar jou. Gaan we dit echt doen? Ja, ja. En degene die de meeste stemmen heeft gekregen, die moet het pak aan. Oké, is goed. Ik heb een uitslag. Ik ga stemmen. Nee, dat kan niet. Je mag niet kijken. Ik mag toch stemmen? Ik mag toch stemmen? Ik mag stemmen. Dat zijn geen regels. Nee, ik mag stemmen. Degene die... Kijk maar. Oké, ga maar stemmen. Kijk, wie heeft de... Ja, Stefan! Nee. Jawel, kijk, Stefan. Nou, trek het pak aan, hou. La Matador. Matador, zie je Matador! Wacht, ik wil even daarheen. Nee. Kijk wat daar is. Nee, kom. Steve, kom. Ik ga geen fucking oppas spelen, hè. We gaan gewoon nu naar het hotel, we willen eten. Ah, wat is dit nou, jongen? Echt. Zie je. Heb je bier? Elko. Elko, dat is precies. Heb je bier? Heineken? Ja, stop maar. Bier, hop. Ja. Een beleefde meneer die hier zegt van, let's go. Zie je, let's go. Ik ben er klaar mee. Ik zeg je eerlijk, ik ben er klaar mee. Ik rijd Mallorca in. Ik heb een veiligheidsbel gekocht, want ik vertrouw het gewoon niet. Yes. We zijn net ingestapt bij een of andere Spaanse taxichauffeur. Ja, let's go. Het enige wat wij gezegd hebben is dat we willen eten. Maar deze Spaanse taxichauffeur die stapt niet helemaal. I like just the nice girls. Yes. Nice girls? Nice girls. Ah, Tittybar. Tittybar, yes. Tittybar. Hey joh. Weer van plassen ben ik. De hele auto ligt weg. Ja, ik ben een beetje dronken. Sorry. It's a joke. Ja, maar nou ga ik naar de manager, bla bla bla. I'm sorry, I'm drunk. I'm sorry. Dit deed hij. Dit deed hij. Steve, dat is een prullenbak. Ja. Ah. Steve. Dat is een prullenbak. Als wij zo meteen hier alweer uitgegooid worden, dan ga ik naar huis. Waar is Thomas? Ik ben naar huis. Thomas is al lang naar bed. Steve, nee. Het is wel lichtelijk geëscaleerd vandaag. Steven was een tikkultje aangeschoten. Maar een drankje op stijl moet zeker kunnen. Ik ben benieuwd wat we morgen al moeten gaan doen. Laat rusten. Zeg even waar we zijn. We zijn op de markt. Ja, we moeten even introduceren waar we zijn. We zijn op de markt. We zijn op de markt. Moeten we even lokaal brood oppikken hier zo. Hello sir, yes. Can I have one of this? Three of this. Is dit een typical Mallorca ding? Is dit een typical Mallorca ding? We zijn aangekomen op een mooie markt in Mallorca. Hè? Dit is niet het Palma Mallorca, maar dit is echt een Mallorca. Dit is echt een Mallorca. Het Spanje gewoon. Het Spanje gevoel. Ja. Op de markt een koekje gekocht. Iets met amandel. Alle matras. Zo! Wat is dat? Zo! Is lekker? Taai! Ligt nog een paar uur. Zie je hoe die huizen eruit zien? Ja, zo voelt het momenteel. Ik ben benieuwd hoe deze mensen gaan reageren. Dit is typical Dutch. Fuck. It's very good citroen. It's very good fruit. It's very fresh. We are on a typical traditional market here. And he's doing like citrus in his eye because it's funny. Steve, yeah.
And I'm more like for the culture stuff here, and he's for the stupid stuff. And then together, we make a fantastic show. We're gonna do a tattoo on his back. Do you have like any idea? The Mallorcan goat. Ja. Yeah. Oké, okay, top. We hebben een tattoo. Stel jezelf even voor. Stel jezelf even voor, Joch. Wat doe jij hier op deze? Nee, ik ben Jochem. Ja? Nou ja, ik mocht alleen mee voor de gezelligheid. Ik hoefde oprecht niks te doen. Is mij verteld. Hè. Ondertussen moet ik dan toch wel iets doen. Ja, natuurlijk. Jij bent de man van de beauties. Er is niet echt gecommuniceerd. Ik ben Enya. Oh, ik zorg dat jullie heel thuis komen. Dat is belangrijk. Want waarom? Omdat Talpa het niet vertrouwde. Nee. Raak ons niet kwijt, hè. Raak ons niet kwijt, Enya. Want dan gaat het fout. 3, 2, 1. Die kant op! Hoezo hebben wij een oppas meegegeven? We gaan echt weg, Wat is dit nou? Ja, we gaan echt weg, kom. Kom, we gaan de kroeg in. We gaan de kroeg in. We gaan de kroeg in. Het is ochtend. Ik wil drank. We mogen van onze oppas en John mogen geen alcohol promoten. Nee, dus dan noemen we het limonade. We zeggen elke keer dat we gewoon limonade aan het drinken zijn. We moeten de scherpe randjes moeten er even af van vandaag. Ja. Dus we moeten wel sterke limonade. Alla, sir. We want to have 5 with tonic. With tonics. Oké, en grande. Maar wie gaat er boppen? Ik bob wel. Thank you. Opgelost. Oh, okay. Heb je tonic erbij? Ja, ik heb gewoon f***ing tonic. Ik heb nooit tonic gehad, maar vandaag gaan we het proberen. Ja. Oh, ik heb ook nog nooit tonic. Dat is lekker, man. Is dat gezond? Ik heb alweer een leuke souvenir gekocht voor ons, jongens. Een beetje die Spaanse... Wat heb je gekocht? Hoedje. Nou jongens, To, dit heb je goed gekregen. Ja, stokbroodje erbij, Thomas op vakantie. Ja. What is it? Papa! Nice. Maar we hadden toch limonade besteld? We hadden limonade besteld. We hebben hier een fantastische waaier, jawel. En we hebben zojuist een typisch drankje besteld wat hier populair is in Mallorca. Daar gaan we dan. Ja? Wie is de nummer? Nee! Ja! Dit is het programma. De ding bepaalt. Ah, je drinkt het wel in één keer binnen. Oké, dat is een aparte reactie. Aparte reactie dit. Deze heb ik nog helemaal niet gezien. Wat een goeie. Als je op deze komt, dan moeten wij drinken. Ja, dan. En als je op deze komt, dan moet jij drinken. Nee. Oh, waar komt hij op? Waar komt hij? Oh, hij komt op jou, ouwe. Hij komt op jou. Jawel, Jochem, dat is de game. Ja, dat moet. Jochem, wat een topprogramma dit. Dit is top, hè? Ja, dat is top. Oké, nou ja. Je weet nooit wat er gebeurt. Nu mag jij draaien. Nu mag jij draaien. Nu mag jij draaien. Ja. Ja, ik vind wel, hij is wel bikkel. Hij spoelt het weg met f***. Oh, daar komt. Heb je? Ja, oh, de buikspier, hè? Oeh ja. Exercise. Wij spreken een woord af. Dat je dus, dan moet iedereen gaan liggen op de grond. En het woord is koala. Ja, dus als iemand van ons drieën koala roept, moet je gaan liggen. Ja, iedereen. Hè? Spontaan. Jullie hebben op de markt iets gevraagd. Nou, nee. Ja, wij vonden wat is nou een typisch Mallorcaans? Marokkaans en Mallorcaans. En wat is nou een typische tattoo die je hier vaak ziet? En dus een geit. En jij bent van de tattoos en van de geiten, dus dit leek me wel geit. Dus we gaan een geit tatoeëren. Goed bruggetje. Ja, top. Goed bruggetje, lekker. Ja, gewoon meteen. Voorstellen. Nee, niks voorstellen. Hup, thee. First, let me introduce myself. I'm Thomas, Steven, Giel, Enya, Jochem. En we're from the Stuk TV YouTube channel. Yeah, they know. We have an appointment. Oh, okay, of course. Okay. They know. They know it all. He wants to get a tattoo on his back. And maybe we can set a part of it. Yeah, like a little bit. We want to try also. We can try. I put on my safety glasses and let's try it. Okay. Thomas Giel zijn nu gewoon mijn tatoeage aan het uitkiezen. Ik heb geen flauw idee wat ze gaan doen. Maar dit kan niet veel goeds beloven. To is naar de fucking KFC, ouwe. Wat? To is naar de KFC. Hij is gewoon... Oh, lekker. Hij is gewoon... Wat? Is hij naar de KFC? Ja. Nice. Zit je nou gewoon een bucket hier te vreten, vriend? He has no idea what he's doing. Is it okay? I think it's... Sir, you want to do it? Sir, are you drunk? Jij hebt echt wel fucked up gedaan, ouwe. Huh? Je moet niet trillen. Zeg maar, dat is het enige wat je niet moet doen. Je moet niet bewegen. Je moet niet bewegen, jij moet hem stil houden. Jij bent de tatoeëerder, gap. There's a touch of God, was dit. Fucking hell. Nee, ga ik. Film zijn gezicht. Yeah.
je aan het schijten? Hè? Dit had je niet verwacht. Nee, het is een hele andere stijl dan ik heb ook. Het is heel dun. I like it a lot, man. I like it. It's not that bad. Ben je blij? Ben je blij? Nou, mooi. Nou, blij. It's not that bad. Top. It's okay. Top. Nou, kunnen we weer een drinken. Top, ja. Limonade. Top. Ik vind dat het alweer veel te lang heeft geduurd. We moeten een doen. Nee, ja. Limonade. Limonadetje. Ik heb gewoon een tafel voor mijn limonade hier. Dat is toch lijp? Ik heb een apart tafeltje voor mijn limonade. Beetje fruitig, beetje licht. Schuldigung. Tom, wat kan je doen? Wat kan ik helemaal krijgen? Koala! Wat een lul. Hij is echt een lul. Hij is echt een lul. Chat? Ja. Ja, en with potatoes en perfect. Ja, ja, en voor ons? Ja. Kijk, deze oester van het huis. Hoppa. We zouden hier mogen doen. Nee, ik ben even in mijn element. Wat, Lassie? Ik zeg altijd, Bev is net een metaaldetector. Als jij geluid hoort, zit je goed. Dan blijf je daar doorgaan. Als je geluid hoort, moet je doorgaan. Weet je, dan zo... Dan moet je doorgaan, want daar zit goud. Degene die het verst van de prijs af zit, die betaalt hem. Ik zeg 630 euro. 530 euro. 530? Oh, jij gaat gewoon... Dan zeg ik 37. Wie is het dan? Hoe is het? Het verste vanaf. Wat zei jij, Toop? 35. 36. Dan zit jij er het verste vanaf. Nou, kom! Ja, wat is het? Wij. Nee, het is goed, het is goed. Wat een ellende, dan ben ik gewoon een lul. Ja, even kijken. Doe jullie idee, kopje? Yes, please, de bon. 630 euro heb ik betaald, hè? Hallo! Koek, koek! Jongens, we moeten hier, jongens, hierheen, toch omhoog. Ik was op de jetski. Ja, jetski. Ja. Toen was het water helemaal. Ja, ik wilde op de jetski en water en voeten. Ja, nou. Thomas is zo dronken. We hebben heerlijk gegeten de hele avond. Maar Thomas heeft alleen maar zulke dingetjes genomen. Hij is echt dronken. Jezus, jongens. Dit kan niet, kom, we tillen hem op. Dit is één zware plant. Hij schoot hier, dit lavendel. Hoe is met die lavendelplant afgelopen? Je moet niet te hard remmen. Giel. Giel, je hebt een nieuwe remsensor. Piep, 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 piep. Ik ben gewoon Thomas. Nou Thomas, dat is wel even genoeg zo, denk ik. Lieve mensen, dit is het einde van de video. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. He, abonneer op ons kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Doe het belletje aan. Voeg deze video toe aan je favorieten. Stuur hem door naar iedereen. Laat een leuke reactie achter. Stuur een postduif, weet ik wel. Tot de volgende keer. Doei!